Yo mensen, tof jullie kijken naar een video van mij op het kanaal Lucas the Legend. Ja, het is een nieuw kanaal waar ik Pocket, ja hier Minecraft Pocket Edition zal doen. En misschien, heel misschien ook Minecraft op de PC. Dus hopelijk vinden jullie de serie Pocket Edition die bijna elke dag online zal komen. Leuk. En ja, ik ga nu, ja, hopelijk vind je hem leuk en ik zal er al sinds mee door doen. Ik ga een nieuwe wereld maken. Minecraft Legends, Game of Survival, Advanced, ik ga random site heen. Misschien spawnen we bij iets. Ja, misschien. Ja, eerst ga ik, wow. Nee, barkjes. Ja, dus eerst hebben we hout. Een beetje stijl bezetten. Stickies. Ja. Dus, en dan maken we dit. Steve's doing all that. En dan gaan we dit. En dan gaan we direct toe. Dit is handig. Pak een beetje steen mee. Dat is een duif. Ik wist niet of dat jullie het kunnen horen. Maar het is niet echt om mij te horen. Iedereen heeft wel een keer een duif gehoord. Hopelijk. Oh ja, denk ik. Hop, pak je een beetje kool er al direct bij. Waarom ik altijd direct achter steen ga, is voor, ik ga altijd direct achter steen, maak dan stickies en ik maak dan al mijn tools en weapons direct van stone. Dus ik had dan al stone pickaxe, stone sword, stone shovel en stone axe en misschien ook een hou of een hoop, ik weet niet wat. Het duurt wel lang met deze pickaxe, maar ja, met de stone pickaxe is het niet zoveel rapper. Misschien wel eens kool. Je zult het niet geloven, maar kool is bijna altijd hetgene wat je het meest nodig hebt. In ja, Minecraft eigenlijk. We hebben nog niet een axe. Voilà, en ja, weet je wat, we hebben perfect veel stone voor een hout te maken. Dat stone is op nu. Dat is eigenlijk ook niet goed, dus we gaan weer naar beneden. Voilà, nu een beetje hakken, het gaat een beetje sneller. Een beetje veel sneller. Hop, hop, hop. Ik ga ook wel furnace maken, want in het begin van de spawn zag ik dat er daar beesten waren. En ja, beest in de chill, hè. Dan kan je dat. Hoppakee. Hop, hop.
Hop. Nou, zijn we bezig. Oh. 5 minuten bezig. Mooi zo. Moet je niet. Oh, kut. Ik speel nu op FOV of het hoogste. Ik vind dat ja, best lelijk. Dus hop. furnace. Zo. Krijg het helemaal mee. En nu die dieren. Hop. Daarnet was hier nog een koe, ja, een schaap en een varken. Ik weet het niet. Wow. Nee, dank u, we gaan hier nog niet in. Wow. Dus het ziet er me nog een beetje te gevaarlijk uit. Ja man, zoeken achter beesten. Ja, daar koeitjes. En kippetjes. Die in één slag wil gaan. Sorry, je hebt niet die mama meer. Maar ik wil je mama zijn. Oh, 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 hoppakee. Hier nog eentje. Ik kan niet te veel lopen, want... Onze voetbal. Nou, hop. Deze nog. Kijk, we hebben redelijk tamelijk veel vleesjes. En nu zoek ik een huis. Wil ja. De verblijf. Kan ik nog je huisje maken? Oh. Ik ga eens naar die varkens doen. Tijd genoeg. Tom, tom, tom. Ja, hop. Nog één wol. En dan... Het is een schap, ja, we hebben een bed. Ja, in ieder geval, tenminste. Hop. Denk ik, is dat schap of is dat boom? Ja, het is een schap. Zal deze ook heel erg. Ach. Maar eigenlijk was het ook gewoon daar lopen zijn. Maar ja. Ik zal daar bij die bergen wonen, waar jullie gezien hebben, niet te ver van mijn spangplek. Want als je dan doodgaat, dan moet je dan eerst slapen. Dan kun je dat werkt in 1.9, als je slaapt ergens, in 1.9. En Minecraft Pocket Edition, als je slaapt, dat je dan terug spawnt op de plek. Dat weet ik niet. Straatskoe, varken. Oké. We hebben nu het al veel vlees en nu gaan we snel mogelijk naar de park, want ik heb 3 leventjes. Nee, voetbal is bijna leeg. Zullen we erop wonen? Ja, he. Erop. Hop. We gaan direct al op. Hop, voilà. Ja, we zijn er bijna. Ja, we zijn er. Voilà, een hop. Crafting, crafting, een furnace.
crafting table. Hop hier zo al dit. En hier zo al dit. Ja, gaat lekker. En nu zal ik nog een paar boompjes hakken. Want terwijl het toch bezig is. En de vorige update. Allee, niet echt update, maar de vorige keer. 1.9. In Minecraft Pocket Edition. Hing het niet? Ja, hing het wel, maar. Als je auto jump deed, bleef dat. Voilà, was al de vliesjes op vier stek. Ja, dat is wel. Ja. Voilà, dit was de eerste survival serie. Aflevering van de serie. Doe mijn spulletjes hierin. Niks meer. Ja. Voilà. Het komt nacht ook. Mooie zonsondergang voor het afscheid. En dan zijn er nog maar één ding. Tot de volgende aflevering.